In deze video gaan we het aandeel en het bedrijf HelloFresh bekijken. We beginnen met wat HelloFresh is en de geschiedenis van HelloFresh. Maar we gaan vooral kijken naar de cijfers van afgelopen jaar en de verwachting voor de toekomst. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog om het kanaal te helpen, maar ook zeker als je het interessant vindt om aandelen te onderzoeken. En dan gaan we nu beginnen met het eerste gedeelte van de video en dat is de vraag van wat is HelloFresh? Het is namelijk altijd belangrijk om te weten wat het voor bedrijf is waar je in investeert. Je moet weten wat ze doen en vooral ook hoe ze het geld verdienen. Nou, kijk op de website van HelloFresh, dan krijgen we meteen een goed idee. Ze verkopen namelijk maaltijdboxen die thuis worden bezorgd. Ze zijn al erg bekend en misschien ook al omdat ze de eerste waren die dit aanboden, in ieder geval zover ik het weet. En dat heeft eigenlijk ook verschillende voordelen voor de klant. Niet alleen dat ze de eerste waren, maar gewoon het bedrijf, het product op zich. Ten eerste krijg je waar voor je geld. Ze leveren goede kwaliteit. Je hebt meer tijd over, de recepten worden aangeleverd. En je hoeft ook niet meer zelf de boodschappen te gaan doen, omdat juist de boodschappen worden thuis bezorgd. En er is geen verspilling, want de ingrediënten zijn precies volgens het recept. Dus je hebt precies wat je nodig hebt en niet te veel. Je kunt bij HelloFresh heel eenvoudig een box samenstellen voor jouw situatie. Je geeft aan welke menuvoorkeur je hebt, of je bijvoorbeeld wel of geen vlees wilt. En vervolgens geef je het aantal personen in het huishouden aan en het aantal maaltijden per week. En naarmate je meer maaltijden in een box stopt, daalt de prijs per portie. Prijzen staan trouwens wel vermeld per portie of per maaltijd. Want op deze manier lijkt het gewoon wat goedkoper dan wanneer je 10 maaltijden zou doen. Dan kom je inclusief bezorgkosten, verzendkosten uit op €51 in de week. Aan de ene kant een flink bedrag. Aan de andere kant valt het wel weer mee als je kwalitatief goed eten krijgt en dat je ook nog eens tijd bespaart. Bijvoorbeeld als je allebei aan het werk bent en zeker als je allebei naar kantoor gaat, net zoals vroeger wel eens het geval was. Kijken we naar de geschiedenis van HelloFresh. Het bedrijf werd opgericht in 2011 in Berlijn, Duitsland. Inmiddels is het in heel veel landen actief in Europa, maar ook in de VS en Canada. Maar de VS is goed, want meer dan de helft van de omzet komt daar vandaan. Rocket Internet was een groot aandeelhouder in het begin. Dat is ook een bedrijf wat zeg maar aan de basis stond voor bijvoorbeeld Zalando. En in 2017 is HelloFresh naar de beurs gegaan. En in begin 2020 waren ze voor het eerst winstgevend. Kijken we naar de resultaten het afgelopen jaar, want nu we wel een beter beeld hebben van het bedrijf, is het tijd om naar de cijfers te gaan kijken. Het laatste kwartaalrapport dat er is van 3 november voor Q4. En dus voor het hele jaar van 2020 wordt volgende week bekendgemaakt, wordt verwacht op 2 maart. Maar kijken we dus naar het laatst bekende rapport en dat is van Q3 2020. Het aantal actieve klanten is gestegen naar 5 miljoen. Dat is bijna een verdubbeling met een jaar eerder. Niet heel gek natuurlijk in verband met de coronacrisis en de situatie dat iedereen en meer geld overhoudt en juist meer thuis blijft. Maar ook met een kwartaal daarvoor is er nog steeds een toename van maar liefst 800.000 klanten. Niet alleen het aantal klanten is belangrijk, maar ook natuurlijk hoe vaak ze bestellen. We zien een kleine daling met het kwartaal daarvoor, maar nog steeds een toename vergeleken met een jaar eerder van 11%. En lockdowns zullen hier natuurlijk ook een rol in spelen. Kan je wel of niet naar de winkel om boodschappen te doen? Werk je thuis? Als dat het geval is, heb je waarschijnlijk ook meer tijd om zelf boodschappen te doen. Dus dat heeft natuurlijk impact op de verschillende kwartalen. Behalve dus die twee dingen is het ook nog belangrijk wat de gemiddelde waarde van een bestelling is. Want als er meer wordt besteld, maar voor gemiddeld een lager bedrag, heeft dat minder impact op de omzet. En je moet het toch bezorgen. Of je nu iets gaat bezorgen van €48 of voor €54, dat maakt niet uit als je toch al voor de deur staat. Nou, hier zien we gelukkig wel een groei ten opzichte van vorig jaar van 7%, maar wel wederom weer een daling vergeleken met het kwartaal daarvoor. En dit alles zorgt ervoor dat de omzet meer dan verdubbeld is in een jaar tijd. 120% erbij, van 441 miljoen naar 970 miljoen in het derde kwartaal. En als we hier dus alleen naar de VS kijken, dan zijn die goed voor 526 miljoen en de rest dus voor 444 miljoen. En omzet is leuk, maar je moet er natuurlijk ook wat aan overhouden. Kijken we dan naar de marges, dan zien we dat deze zijn afgenomen het afgelopen jaar. Meestal stijgen marges als de omzet stijgt. Dat heeft natuurlijk te maken met schaalvoordelen. Als je meer produceert, heb je vaak een gedeelte vaste lasten en de variabele kosten, die zijn lager. Dus als je meer produceert, zou je in principe goedkoper uit moeten komen. Maar gelukkig stijgt de omzet wel harder dan dat de marge daalt. En het is ook weer wederom een verbetering met een kwartaal ervoor.
extra kosten zouden kunnen komen vanwege de zomer, bijvoorbeeld omdat meer producten gekoeld moeten worden, maar zeker ook vanwege de extra coronamaatregelen die HelloFresh moet treffen. En waar ze vorig jaar nog 20% van de omzet aan marketing uitgaven, is dat dit jaar een stuk gedaald. Het is dus goedkoper om nieuwe klanten te bereiken. Natuurlijk ook wel omdat mensen vanzelf al uit zichzelf op zoek gaan naar deze maaltijdboxen, maar het helpt in ieder geval wel mee met de kosten. Kijken we dan naar de cijfers op dit moment. Een PE ratio van 47, oftewel je betaalt 47 keer de winst per aandeel op dit moment bij deze koers. Een forward PE ratio van 37. Daaruit kun je opmaken dat wordt verwacht dat de winst per aandeel de komende 12 maanden zal gaan toenemen. In het derde kwartaal een bruto winst van 637 miljoen, wat telkens stijgend is vergeleken met de kwartalen daarvoor. En kijken we naar de totale bezittingen, dan zijn die bijna 1,2 miljard, terwijl de schulden zeg maar 650 miljoen zijn. Oftewel, de verhouding is heel erg goed en ze zijn ook makkelijk in staat om aan de schulden te voldoen. Dan zagen we ook nog een koersdoel van 12 euro voor dit aandeel. Dat is denk ik niet gebaseerd op volgens mij heel veel informatie op één analist. Dus kijken we even bij TipRanks. Daar gaan ze uit van 54 euro op basis van 9 analisten. Waarbij het hoogste koersdoel op 68 euro ligt en het laagste op 35 euro. En dat is zeg maar de verwachting voor de komende 12 maanden. En dit gemiddelde koersdoel is dus lager dan de koers op dit moment. Dus misschien lijkt het niet zo verstandig om hierin te investeren. Maar misschien denk jij er anders over, of misschien ben je wel op zoek om in andere aandelen te investeren. Dat zou je kunnen doen via de Giro. Dat is de broker die ik ook gebruik, net zoals 1 miljoen andere klanten. Een link naar de Giro vind je onder deze video. Het kost je niets om een account te openen, maar het helpt wel het YouTube kanaal. Dus dat zou ik zeker waarderen. En het zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En je helpt dus het YouTube kanaal. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan even op abonneren onder deze video. Gaan we weer door naar het volgende onderwerp. En dat zijn de verwachtingen. De verwachtingen van wat we kunnen verwachten in de toekomst voor dit bedrijf. En meestal gaat het dan over zeg maar de komende 12 maanden. Nou, voor wat we daar kunnen verwachten, kunnen we ook ten eerste gaan kijken, behalve die analisten, naar wat het bedrijf zelf denkt. Want in hun derde kwartaalrapport geven ze de volgende outlook aan. Dat ze de omzet zien groeien met tussen de 95 en 105% ten opzichte van vorig jaar. Dus zeg maar een verdubbeling. En dat de marges stijgen met tussen de 11,25 en 12,75%. Maar op 9 december kwam HelloFresh met een update hierover. Ze stellen de verwachtingen naar boven bij. Niet langer tussen de 95 en 105%, maar tussen de 107 en 112% omzettoename. En ook de marge die beter wordt met 12,5 tot 13,5% beter dus ten opzichte van vorig jaar. En ze geven ook voor 2021 al een verwachting af dat de omzet zal stijgen met 20 tot 25%, waarbij de overname van factor 75 al wel is meegenomen in deze cijfers. En de analisten zijn dus iets minder positief dan het bedrijf zelf. De analisten verwachten een lagere koers over 12 maanden. Het bedrijf zelf denkt dat de omzet nog bijna met een kwart kan toenemen. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt waarschijnlijk. Dus het is ook zeker belangrijk om zelf nog meer onderzoek te gaan doen. Als je onderzoek gaat doen naar dit aandeel omdat je het interessant vindt, zijn er zeker een paar punten waar ik op zou gaan letten. Ten eerste bijvoorbeeld, hoeveel procent van de mensen verwacht je dat blijft, die het afgelopen jaar dus HelloFresh hebben geprobeerd, die klant zijn geworden, blijven die ook als bijvoorbeeld COVID dan weer dadelijk voorbij is? Blijven ze vanwege de kwaliteit en het gemak van HelloFresh, of gaan ze juist weer meer zelf boodschappen doen, omdat ze die tijd weer hebben, omdat ze de kosten willen besparen natuurlijk, ook een belangrijk onderdeel hiervan. En je kunt natuurlijk binnenkort ook, als alles weer voorbij is, geld uitgeven aan andere dingen. Bijvoorbeeld weer aan een vakantie, waar je nu dus geen geld aan uitgeeft bijvoorbeeld. Maar ook heel belangrijk om te kijken naar wat de concurrentie doet. Hier in Nederland kan ik niet echt een concurrent noemen. Of misschien zijn ze er wel, maar zijn ze wat meer lokaal of nog niet zo heel groot. Maar HelloFresh is dus in meerdere landen actief. Bijvoorbeeld in Amerika, en daar heb je wel concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan Blue Apron. En dan doet HelloFresh het dus hier nog wel een stukje beter. Maar het is natuurlijk de vraag van hoe dat gaat in de toekomst. En uiteindelijk moet je ook afvragen van hoeveel van die groei die ze verwachten zit nu al ingeprijsd. De laatste dagen zakt het wat in. Maar het hoogtepunt van vorige week was wel bijna 250% rendement in een jaar tijd. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien en zeggen, is het nu misschien slim om te profiteren van de daling van 18% de laatste dagen? Dus laat me weten wat jij denkt van het aandeel HelloFresh. Wat zijn jouw verwachtingen en waar zou jij nog meer onderzoek naar doen
als je naar dit aandeel zou gaan kijken, als je het interessant vindt, laat dat weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Abonneer dan op de knop onder deze video. Klik eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.